Deze week staat in het teken van Fortuna Sittard. Dat is de tegenstander van aankomend weekend. Toch zal er ook nog zeker aan afgelopen weekend gedacht worden. Waar we in de uiterstrijd tegen Groningen een behoorlijke eerste helft zagen, was de tweede helft toch beduidend minder. Is het dan iets waar jullie deze week ook veel mee bezig zijn? Ja, sowieso. Kijk, vandaag is het meer een conditionele training geweest. En ik denk dat we morgen dan weer de focus op Fortuna leggen en hoe we dat in de tweede helft beter kunnen doen. Ja. En hebben jullie daar dan wel een verklaring ook inmiddels voor hoe dat dan kan of wat het dan is? Ja, dat is lastig. Kijk, zij brengen gewoon vijf nieuwe spelers binnen het veld. Eigenlijk een kwartier na rust en in de rust. Dus ja, dat brengt natuurlijk ook wel verschil. Het debutant op het veld was Nicolas Madsen. Hij sloot in verband met de interlandperiode pas laat aan in de voorbereiding richting Groningen, maar mocht zich gelijk laten gelden. Oh, it was nice. Big game and 90 minutes. I haven't played 90 minutes for a long time, so yeah, it was just nice. Did you like the playstyle of Heerenveen? Yeah, I can already feel how I'm fitting in. I didn't touch the ball the first 6 minutes. I was looking up at the big screen and thinking, "Phew, this is going to be a long game." But it just came to me. The players, they are helping me a lot, and also the playing style in itself are suiting me very well. Ik moet eerlijk zeggen, hij kwam hier aan. Toen dacht ik, het is een beetje een dromer, maar die jongen kan gewoon heel goed voetballen en dat is natuurlijk heerlijk om te zien. Voorbereiding was er niet echt ook met hem. Hoe werkt zoiets? Voel je dat wel aan met elkaar? Of? Ja, kijk, hij is natuurlijk ook gewoon een echte voetballer. En dat klikt gewoon op een of andere manier gelijk. Dus daar hadden wij volgens mij weinig moeite mee. Next weekend we play at home. Do you have any idea what to expect? Nah, I seen some YouTube videos and something like that. So yeah, I'm just looking very much forward to it and I'm really excited. And excited to meet the fans? Yeah, of course. You always, when you come to a new club, you always want to have the fans on your side and the fans to love you. So I'm very excited. Zaterdag dus Fortuna Sittard. De Limburgers staan 3 punten achter ons, maar hebben ook een wedstrijd minder gespeeld. Nee, Fortuna heeft gewoon een goede ploeg. En vorig jaar uit een vrij gemakkelijke overwinning. En thuis gingen we eraf. Dus dat zal wel weer een mooie wedstrijd worden. Ja, ik denk dat wij gewoon hadden moeten winnen bij Groningen. Omdat we die counters nog hadden uit kunnen spelen. En in de eerste helft ook al 2-3-0 hadden kunnen maken. Dus wij hebben wel het volste vertrouwen. Ja. Had a good pressure. Also coming to a hard away game. Hard away stadium. We just showed what we are capable of doing in the first half. And of course then we have to build on that. So now make the first half a whole game. Exactly. Er wordt zaterdag om 4:30 afgetrapt in ons eigen Abel Enstra Stadion. Er zijn nog kaarten beschikbaar, dus heel graag tot dan!